Hallo iedereen en welkom terug weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien in deze video ga ik het vandaag hebben over het inlopen van Dr. Martens. Het blijft echt een onderwerp dat als ik iets post over nieuwe Dr. Martens op mijn Instagram profiel, dat ik daar heel veel vragen over krijg. Dus ik dacht, weet je, in plaats van dat ik iedereen apart ga antwoord geven, lijkt me heel erg leuk om hier een video over op te nemen. Mijn laatste nieuwe paardje, die heb je kunnen zien in de video voor deze. En nu heb ik in totaal 3 Dr. Martens waar ik echt super blij mee ben. En ze zijn allemaal net ietsje anders van elkaar. Dit zijn mijn 3 paren Dr. Martens. Deze waar Barry nu bij zit en met de veter aan het spelen is. Niet doen! Dit is mijn nieuwe paar Pascal Bex. Die herken je vaak aan dat het gewoon een beetje wat ruwer is afgewerkt. Of niet eigenlijk. En het is wat zachter leer. Kijk, je ziet het echt dat ik hem helemaal zo kan wiebelen. En dit is de Dr. Martens Mono Boot. Want hij heeft niet die bekende gele stiksel hier. Deze schoen is zoals je ziet aan de bovenkant wel afgewerkt. Maar het is echt een veel harder stuk leer. Deze is echt wel heel erg stug. En ik heb ze na jaren nog steeds niet... Nou ja, Bar, hou even op. Ik heb ze na jaren nog steeds niet ingelopen. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk paar. Omdat hij helemaal zwart is, past echt serieus met alles. Ik ben hier wel heel erg blij mee. En ik heb er ook echt wel heel vaak op gelopen. Je ziet het al wel. En dan is dit de bekende Jaden Boots. Nou, hier kan je dus wel echt zien. Die zool is echt flink dik. Ook deze heeft weer net iets andere afwerking als die andere twee. Dus hij is, ja, hij zit er eigenlijk een beetje tussenin. Dit leer is ook wat stugger, moet ik zeggen. Maar hij loopt wel een stukje makkelijker, omdat hij dus hier een rits aan de binnenkant heeft. Dus met het inlopen de eerste paar weken heb ik gewoon de rits tot hier gedragen. En dat hielp er wel echt heel erg bij. En ik vind dat deze Jaden Boots model ietsje ruimer valt. Dus hij zat hier vooral wat breder. Dus ik vind deze echt wat ja, een stukje groter vallen dan het gemiddelde model van Dr. Martens. Het allereerste waar je aan moet denken, dat kan beginnen in de winkel waar je je schoenen aan het passen bent. Of misschien ben je thuis als je een paar Dr. Martens online hebt besteld. Is dat je moet gaan kijken naar de wreef. Daar zit een stukje naad en ik denk dat daar iets van 2 of 3... misschien wel 3 of 4 lagen leer over elkaar heen zijn gestikt. En dat is echt een wat dikker, stugger plekje op de schoen die op de bovenkant van jouw voet rust. Dus op jouw wreef. Als je in de winkel of thuis al merkt bij het eerste keer aandoen dat dat stukje echt heel erg strak op je voet zit. En dat het echt bijna gewoon pijnlijk is. Dan zou ik eigenlijk als regel willen stellen, of in ieder geval, dat is mijn regel persoonlijk, dat niet het paar schoenen is voor jou. En het is zo dik en stug dat het wel een klein beetje gaat oprekken omdat het leer is, maar niet super veel. Dus als het echt pijn doet, ik zou zeggen nee. Of retourneer ze, of als je in de winkel bent, vraag eventjes om een ander paardje om die te proberen. Ik heb namelijk zelf ervaren dat als ik een paar verschillende paar schoenen probeer, dat ik in één keer merk van, hé, deze schoen die heeft het wat minder erg. Dus het kan gewoon heel erg goed zijn dat de paardjes onderling van elkaar een beetje van elkaar verschillen. Dus ik raad je gewoon aan om meerdere paardjes te proberen en op die manier gewoon, ja, een schoen te vinden die het beste past voor jouw voet, aan jouw voet. En dat is Barry die je nu hoort. Een vraag die ik ook heel vaak krijg is, welke maat moet ik nemen? Nou, ik heb persoonlijk gewoon mijn eigen maat. Ik denk als je tussen 2 maten in zit, dan zou ik eerder voor een maat groter gaan dan voor een maat kleiner. Nou, natuurlijk loop je Dr. Martens ietsje uit, maar je wilt ze echt niet te klein hebben. Want dat gaat het echt een enorme hel zijn om überhaupt je schoenen uit te lopen. En dan is de kans groot dat ze alsnog niet zo vol zijn uitgerekt dat ze jouw voeten passen. Als je een maatje groter neemt, omdat je er dus tussenin zit, kun je altijd nog een zooltje erin doen of een paar dikke paar sokken dragen. Dat doe ik eigenlijk ook nog steeds. Nou, ik zei het net hiervoor al, draag dikke sokken bij het inlopen. En ik heb een paar schoenen die ik al een tijdje heb staan, die ook al wat zachter zijn geworden. Maar ik draag eigenlijk al nog steeds gewoon dikke sokken. Dat vind ik toch wel echt het veiligste en het lekkerste aanvoelen in de schoen. En dan zorg ik eigenlijk ook altijd voor dat mijn sok hoger is dan de lengte van de laars. Dus dat hij een beetje erbovenuit komt, zodat het randje van de schoen niet tegen mijn enkel of kuit kan gaan krassen. Want ik heb daar letterlijk bloedende enkels en kuiten van gehad. En dat is echt iets wat je niet wilt. Wat ik doe als ik een nieuw paar Dr. Martens heb, is ik draag ze een week lang elke dag. Zodat je er gewoon lekker in gaat lopen, dan stel je niet het uitlopen van de schoenen uit.
Want ik kan me voorstellen dat het vervelend kan aanvoelen. Maar zet gewoon door. Doe ze gewoon aan. En ga gewoon doen wat je eigenlijk op de planning hebt staan. Het fijne is natuurlijk ook dat Dr. Martens echt oprecht bij alles passen. Ik draag ze met rokjes. Ik draag ze met jurkjes. Ik draag ze met straight jeans. Ik draag ze met skinny jeans. Een ander puntje waar je aan kan denken is de veters van Dr. Martens. Ik vind ze ook heel erg tof uitzien als je gewoon de veters een beetje los hebt hangen. Dat ze niet zo heel erg strak om je voet zitten. Het ziet er gewoon heel erg casual uit. Maar ik heb zelf geleerd dat als ik ze echt goed aantrek, goed strik en bijna tot helemaal bovenaan strik, dat het gewoon beter is om je schoenen uit te kunnen lopen. Want je schoenen zitten wat meer om je voet vast. Dus hij neemt wat meer de vorm van je voet aan. En het zorgt er ook voor dat je voet wat minder in je schoen gaat lopen, zwieberen en bewegen. En dat zorgt ervoor dat je minder snel kans hebt op blaren. Want die zijn echt de worst. De tips die ik hiervoor noemde zijn eigenlijk gewoon tips die je gewoon moet doen. Waar je zelf wat een soort van een mindset of een knop om moet zetten. En waar je even op moet letten bij het aanschaffen. Natuurlijk zijn er ook middeltjes op de markt die je kunnen helpen om je schoenen wat sneller in te laten lopen. Ik heb zelf in het verleden wel eens kranten nat gemaakt en die in de schoen gestopt en de schoen neergezet. En dan hopen dat dan het leer zacht wordt door het water van de kranten en dan kan het oprekken of dat soort. En toen kreeg ik echt enorme watervlekken in mijn Dr. Martens. Het waren zwarte Dr. Martens, maar alsnog zag je echt die kringen van water zitten. Dus dat was echt totaal niet goed gegaan. Ik ken ook geen middeltjes om je schoenen of het leer zachter mee te maken, maar die zijn er wel. Dus mocht je tips hebben van middeltjes die je hebt geprobeerd, waar je echt eigen ervaring mee hebt, laat het even vooral achter in de comments. Dan kunnen we het allemaal met z'n allen eventjes lezen. Wat je ook nog kan doen is naar de schoenmaker gaan. Zij hebben een soort van apparaat waar je leer mee kan oprekken. Ik heb dat in het verleden wel eens met een paar vintage laarzen gedaan die iets te smal voor mij waren. Daar heb ik een paar euro voor betaald en uiteindelijk was het echt amper opgerekt. Het is ook altijd op eigen risico. Want als je leer oprekt kan het natuurlijk ook gaan scheuren. Komen er barstjes in en al dat soort dingen. Wie weet zit er een soort van pareltipje hier in de comments straks. En kan je daar nog wel even wat uitproberen. Oh ja, en dat krijg ik trouwens ook heel vaak te horen in mijn DM. Van mijn Dr. Martens piepen, wat doe ik eraan? Heb jij dat ook? En ik vind dat wel een hele grappige, want ik heb dat inderdaad ook niet elke keer. Ik weet niet zo goed waarom. Ik weet wel dat het op een gegeven moment wel weer stopt. Soms komt het weer terug, maar ik heb echt iets ervan. Ja, het kan me eigenlijk helemaal niks schelen. Ze piepen ook niet op elke ondergrond. Als ze wel op elke ondergrond piepen, nou ja, dan moet je gewoon maar denken. Dan weet iedereen dat ik eraan kom. Je hebt gewoon super toffe schoenen aan, dus die mogen ook wel gezien worden. En natuurlijk bij jou aan. Dus ik heb daar niet echt een tip of zo voor. Ik denk dat het wel gaat veranderen als je er gewoon vaker op loopt. Dat het leer wat soepeler wordt en al dat soort dingen. En ja, hoort erbij, denk ik. Nou jongens, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze tips te kijken. En eigenlijk komt het er gewoon een beetje op neer. Koop ze, doe ze aan, draag ze lekker, geniet ervan en zet vooral gewoon heel erg door. En dan heb je gewoon een heel paar tof Dr. Martens schoenen onder je voeten die jarenlang meegaan. En die echt met alles passen. Dus het is gewoon een super tof model. Ja, je moet ze gewoon in de kast hebben staan, denk ik. In ieder geval als het natuurlijk je stijl is. Maar anders had je deze video niet aangeklikt, denk ik. Dus ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Laat me eventjes in de comments weten of je ook een paar Dr. Martens hebt. Of je misschien een paar op je verlanglijstje hebt staan. Maar ook welke jij al in de kast hebt staan. Ik ben heel erg benieuwd of we Dr. Martens twins kunnen zijn. En nou, wil ik je heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram. Daar ben ik een stuk actiever dan hier op YouTube. Maar vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je vaker video's voorbij zou willen komen. In jouw, als je vaker onze video's zou willen zien in jouw abonnementenbox. En dan bedank je heel erg voor het kijken. Tot in de volgende video. Doei doei!